So you know that I'm gonna make a way. Grind hard, need a lifetime vacay. Getting money, even on my off days. Every day could be a payday. Zo. Vandaag leuk iets. De Romeinse kaarsen. Dit is nog een oude, deze ga ik niet uit elkaar halen. Maar deze ga ik jullie wel even laten zien. Dit is dus een originele Romeinse kaars. Mooi. Nou, we gaan deze uit elkaar halen, iets nieuwere versie. Het is toch hetzelfde, maar dit is gewoon ja, lelijker. Die andere is leuk om te bewaren, omdat hij toch ouderwets is, weet je. Dan ga ik hem uitrollen voor jullie, jongens. Zo zit de Romeinse kaars in elkaar. Het lontje gaat naar binnen. Dat is allemaal wat je daar ziet, is gewoon zeg maar, een soort van zaagsel. En dan zie je steeds een beetje lift. Waar hij met de bal mee geschoten wordt en een beetje een ster, zeg maar. Ik ga hem verder uit elkaar halen en jullie showen. Een lang stuk visco zit erin. Even meten hoeveel gram sterren erin zitten. Vier, 0,4 gram sterren. En een totaal... van 1,6 gram, maar dat is met zaagsel. Dus er zit niet zoveel in zo'n ding. Maar ja, leuk. Ouderwetse Romeinse kaarsjes.